Oscar-winnaar Lady Gaga zal de rol spelen van Patricia Reggiani, de ex-vrouw van Maurizio Gucci, in een film die geregisseerd zal worden door de legendarische Ridley Scott. Het verhaal van de film, die nog geen titel heeft, gaat over Maurizio Gucci, die zijn grootvader Duccio Gucci opvolgt als hoofd van het beroemde modebedrijf. Zijn ex-vrouw, Patricia Reggiani, werd veroordeeld voor het beramen van de moord op haar ex-man in 1995. Ze werd uiteindelijk veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en kwam vrij in 2016. Dit is het eerste filmproject waar Lady Gaga officieel bij is betrokken sinds haar nominatie voor beste actrice voor haar rol in A Star Is Born. Het script van de film wordt geschreven door Roberto Bentivegna, die het boek The House of Gucci van Sarah Gay Gordon als basis voor het boek gebruikt. Scott zal aan de Gucci film beginnen zodra hij klaar is met de opnames van dramathriller The Last Duel.